Veel mensen raden je aan om te stomen als je hees bent. Waarom doen ze dat juist en hoe moet je juist gaan stomen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hallo, mijn naam is Maggie van zanglesmetmaggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Vandaag gaan we kijken hoe we juist moeten stomen en waarom het zo belangrijk is. Voor we verder gaan wil ik je heel graag een persoonlijk verhaaltje vertellen. Want stomen heeft voor mij heel veel verandering gebracht. Ik ben een vocal coach en een koorleidster. Dus ik geef sowieso 5 dagen op 7 zangles of koorles. Ik ben constant bezig met mijn stem. Soms zelfs in het weekend, dus soms zelfs 7 dagen op 7. En het is belangrijk als stemcoach om toch altijd een goede stem te hebben. En ik moet zeggen, sinds ik stoom, is mijn heesheid verdwenen. Dus ik zou het echt enorm aanraden. Oké, we gaan eens kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar voor we verder gaan, vergeet je zeker niet te abonneren. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe zangtips en tricks. Oké, hier gaan we. Goed, eigenlijk is het super simpel. Je weet dat drinken belangrijk is. Door te drinken gaat het water door je lichaam gaan en van binnenuit je stembanden gaan hydrateren. Dat weten we allemaal. Nu, waarom is stomen dan zo goed voor jou? Stomen is eigenlijk een soort van versnelling van het proces. Dus door te stomen ga je stoom inademen en die dauwdruppeltjes die gaan zich rechtstreeks op de stembanden gaan zetten. En dat is wat dat heel interessant is. Water heeft zeker 2 uur nodig om door je systeem aan je stembanden te geraken. Met het stomen komen ze er onmiddellijk op. Het stomen zorgt er ook voor dat je stembanden in een warme, knusse omgeving zitten. En zoals je weet houden onze stembanden van warmte en van vochtigheid. Dus dit is ideaal, vooral in de winter. Oké, hoe gaan we dat nu doen? Wel, je hebt een paar zaken nodig. Ik heb ze hier allemaal klaar liggen. Een handdoek, dat is 1. Een soort van kom waar je water in gaat steken. Ik neem altijd een soort van plank om eronder te zetten, zodat mijn tafel niet brandt. En een waterkoker. Je kan het ook gewoon in de pan koken, als je water maar kookt. 3 stappen. Stap 1, super simpel, uw water koken. Dat is bij mij al gebeurd. Stap 2 is uw water in de kom gieten. Voilà. Zo. En stap 3. Je neemt de handdoek. Zet hem over je hoofd. Misschien mijn bril uit doen. Zo. Over je hoofd. En dan zet je in je lekker kokonnetje. Voilà. Meer is daar niet aan. Ik ga mijn bril terug aanzetten. Dan kan ik je zien. Ah, dat is beter. Voilà. Dus meer is daar niet aan. Belangrijk is om te denken bij het stomen. Ten eerste, je wilt je sinussen niet verbranden. Dus ga niet te dicht bij het warme water. Je hebt toch genoeg afstand. Maar je gaat dat ook direct voelen. Als het pijn doet of als het brandt, dan ben je te dicht bij het water. Ga dan een beetje verder. En na het stomen, probeer zeker een kwartiertje even te zwijgen. Want het temperatuurverschil tussen boven het stomend water te hangen en niet boven het stomend water te hangen kan soms een groot verschil zijn. Dus dan ben je zeker dat onze spieren tijd hebben om zich weer te adapteren aan kamertemperatuur. Voilà! Amai, dat was snel vandaag. Mocht je nog vragen hebben over stomen of waarom het goed is, laat mij zeker eens weten. En kijk je nu deze video omdat je stem hees is, dan zou ik je ook aanraden om een paar stemoefeningen te doen. En een goede opwarming is daar natuurlijk de basis van. Je kan mijn ultieme opwarming downloaden via de link hieronder in de beschrijving. En die opwarming gaat je gewoon stap voor stap begeleiden om je stem op een gezonde manier op te warmen. Ook als je hees bent. Voilà, dan wens ik je nog een super fijne namiddag toe. Of avond of ochtend, waar je ook bent. Of wanneer je ook kijkt. En dan zie ik je volgende week terug. Dag!